geconcentreerd voor de start. Leider in het kampioenschap nog steeds Michel Blekemolen. Die had wat slecht getraind. De 8e tijd slechts. Die zal dus aan een inhaalrace moeten gaan beginnen om zijn leidende positie te verdedigen. Het licht op rood en nu op groen. Dan zijn er weg. En wie heeft dan de beste start? Ja, dat is gewoon de man vanaf pole position, Pim van Riet. Heel weinig wielspin en onderweg achterin zien we drie auto's stilstaan. Dat zijn de drie mensen die gecrashed waren tijdens de training. We moeten 10 seconden wachten en mogen dan doorgaan. Maar het is uiteindelijk Donald Molenaar die heel brutaal de kop pakt bij het ingaan van de Tarzanbocht. Maar dan gaat hij iets wijd en dan gaan we twee dik richting de Gerlachbocht. En uiteindelijk is het Molenaar die eieren voor zijn geld kiest. En rustig op de tweede plaats ligt voor Sebastian Blekemolen. En Blekemolen deelt een tikje uit aan Molenaar. Sebastian Blekemolen die tijdens de eerste race op zolder hard eraf gezet werd door diezelfde Molenaar. En nu misschien even een koekje van eigen deeg wil geven. Maar een iets wat tumultueus begin van deze Renault Megane race. De top 3 onderdoor het beeld van nummers 4 en 5. Sebastian Blekemolen en Marcel van Vliet. En daarachter een mooi gevecht. Links in beeld Michel Blekemolen. Rechts Ferry Duivenvoorde. De kampioen in de Saxo Cup van vorig jaar die binnendoor wil bij Michel Blekemolen. En Bleek die houdt de deur dicht. Dan gaan we samen richting de Gerlachbocht. En dat wordt dringen. Het is het jeugdige elan tegen het routine. 27 racejaren heeft Blekemolen inmiddels. En hij blijft zitten waar hij zit, maar moet uiteindelijk zijn meerder herkennen in de jonge Ferry Duivenvoorde. Het leidende trio van Riet, Molenaar en De Vos. En donkere wolken pakken zich samen boven deze Renault Megane Trophy race. Want in de vorige ronde, en dat zien we in de herhaling, gebeurde er dit in de Mitsubishi bocht. Een spin en dan 1, 2, 3 auto's, waaronder die van François Loogman, die van de baan gaan. De Belgische Megane daarachter, dat is een Belg. Die kan er nog langs, maar heel rustig staan er toch een aantal auto's op de baan. De leiders hebben daar weinig last van, die gaan er gewoon rustig door. En dan is het Donald Molenaar, kreeg hij wel of niet een tikje van John de Vos. Maar er is een gele vlag situatie en hij gaat overstuurd van de baan af. Dat is natuurlijk toch wel eigenlijk een beetje gevaarlijk. En in deze volgorde zijn we dan gefinished op de eerste rij. Pim van Riet en Donald Molenaar. We zagen dat Molenaar ingehaald werd door John de Vos, maar de rondetelling moest 1 ronde terug en toen lag Molenaar nog voor de Vos. En het is dus weer Pim van Riet aan de leiding. Dan is het Donald Molenaar, maar het is nu niet zo'n goede start van John de Vos en buitenom probeert te komen Sebastian Blekemolen en binnendoor bij Pim van Riet komt Donald Molenaar. En het is niet Sebastian Blekemolen, maar Marcel van Vliet die daardoor probeert te schuiven. We gaan 2-2. Van Riet en Molenaar, de Vos en van Vliet. Zo gaan we richting de Gerlachbocht, terwijl Ferry Duivenvoorde even langs de baan reed. En het is Pim van Riet, Donald Molenaar en nu buitenom probeert John los te komen. Maar ja, 3-1, dat gaat niet helemaal en dat zal ongetwijfeld weer wat plaatwerk kosten. En dan gaat het fout voor een van de stokvisauto's en er staan 4 auto's tegen elkaar aan. We zagen John de Vos, we zien Ferry Duivenvoorde, we zien Marcel Kesseler en we zien ook Michel Blekemolen. In de achtergrond, rechts in beeld, daar zien we het. Bob Rekers, Marcel Kesseler. Binnendoor gaat een van de stokvisauto's helemaal door het gras. En uiteindelijk blijven Rekers en Blekemolen staan en zorgen voor de safety car. Maar de rest van de deelnemers gaat nog een aantal ronden strijden. Hier de safety car, de lichten duidelijk uit. En we zijn weer weg met de Megane race. Voor de derde keer gaan we proberen deze race tot een goed einde te brengen. Een goede herstart van Pim van Riet. Dan is het Donald Molenaar en John de Vos. De mannen, de namen, we hebben ze al veel genoemd in deze wedstrijd. Maar zij geven met z'n drieën de toon aan. Dan een klein gaatje naar Sebastian Blekemolen. Dan is het Marcel van Vliet en meteen alweer een probleem voor de man met start nummer 23, Frans Chris. De Nijmegenaar die bijna rechtuit ging. Foutje van Pim van Riet en Donald Molenaar die profiteert. Links in beeld, de rood-witte auto. Molenaar gaat aan de leiding en ook John de Vos die meegaat. Met Molenaar en daarmee Pim van Riet van een eerste naar een derde plaats verwijst. Van Riet die natuurlijk niet hoeft te winnen, want hij had een klein voorsprongetje met de eerste herstart. De resultaten van de twee races worden qua tijd dan bij elkaar opgeteld. Dus Van Riet kan rustig achter de twee Kemphanen aanrijden en uiteindelijk toch de overwinning naar zich toe trekken. Nog één keer de Mitsubishi bocht. Dan is het heel netjes door Bosuit richting start-finish. En zo gaan we over die is finish over de streep met Donald Molenaar, John de Vos, Pim van Riet, Sebastian Blekemolen en Marcel van Vliet.
dat is de top 5 zoals hij hier over de finish gaat. En dan zegt de computer dat Pim van Riet de winnaar is.